Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. De Aldi die gaat waarschijnlijk gewoon weer verkopen dit jaar in Duitsland. De Kaufland ook en de Lidl ook. We gaan nu richting eind november. En het lijkt er dus echt op dat Oud en Nieuw doorgaat. Het zou nog steeds kunnen, want volgens mij was het vorig jaar 21 november of zo dat uiteindelijk alsnog Oud en Nieuw verboden zou worden. Maar de kans zit er nu wel echt daadwerkelijk in dat we gewoon een normaal Oud en Nieuw gaan hebben. Of dat het laatste zal zijn, dat weet ik niet. Zal ik misschien later nog wel met een video over komen. Dat resulteert niet in het feit dat we nu gewoon rustig kunnen gaan kijken naar wat ze te koop gaan hebben. Zo is de Aldi bij verschillende winkels begonnen met een vitrine op te zetten in Duitsland. En daarin te laten zien wat ze gaan verkopen en wat de prijzen zelfs zijn. Nou hebben we dus een stad doorgekregen vanuit onze Duitse vrienden waar dus een vitrine staat. Helaas in onze regio over de grens heb je die vitrine dus niet staan. Emmerich en dat soort steden. Maar in Tudern, over de grens bij Sittard, daar staat dus een vitrine met alles wat ze gaan verkopen. Dus ik wil even een dikke shout-out doen naar degene die voor mij de foto's wilde maken van de producten. Er is best wel veel wat opvalt. Je had natuurlijk voorheen Aldi Noord en Aldi Zuid. Er zijn dus twee eigenaren voor de Aldi. Dat zijn volgens mij twee broers. Die hadden voorheen gewoon ruzie of die kwamen er niet onderling uit, waardoor je dus Aldi Noord had en Aldi Zuid. Dat is dus dit jaar niet het geval, wat dus resulteert in het feit dat alle Aldi's hetzelfde vuurwerk gaan verkopen. Ik ga jullie meenemen naar de producten, want er is echt wel best wel veel dingen die opvallen. De eerste wat ze te koop hebben is de Crown of Light. Dat is een blok, hoe kan je het noemen, gewoon een mooi blokje, zo te zien, compound. Voor 120 euro vind ik best aan de hoge kant voor 304 shots. En nou heb ik al best wel veel Duitsland info video's gemaakt voor jullie. Daarin vertel ik altijd, let erop dat je niet blind staart op hoeveel shots vuurwerk heeft. Want dan ga je 9 van de 10 keer gewoon op je bek. Want ja, 304 shots, vaak is dat dan een eurotje of 50 of zo, hoe ik gewend was. Dan heb je veel mines zonder geluid. Best wel veel gewoon zooi wat eruit komt. Dan heb je de Sky of Diamonds. Die hebben we wel eens gehad. Nou, ik had het net al over 50 euro. Nou, dit is zo'n blokje. 152 shots. 50 euro. Duurt 130 seconden. Ik weet niet hoeveel die de vorige keer kostte. Voor de mensen die het goed in hun geheugen hebben, laat het even weten in de comments. Maar ik vind, 50 euro voor deze van Helios vind ik gewoon een goede prijs. Alleen gaan wij ze niet halen, omdat 152 shots, de meeste shots zullen gewoon mined zijn. De Euphorica, die kost 100 euro voor 139 shots. Ik heb het dus al net ook al verteld en ook heel vaak al vermeld in de Duitsland info video's. Alleen kijk dus uit met hoeveel shots. Als iets heel goedkoop is en heel veel shots, is het zooi. Nou vind ik dat bij deze dus ook. Komt 80 meter hoog, 70 seconden duurt die, 139 shots voor 100 euro. Ja, dan weet je gewoon dat er best wel wat leukere dingen tussen zitten in de shots. Maar 9 van de 10 shots, 9 van de 10 dingen wat hier uitkomt zal gewoon mined zijn en gepruttel. Dan heb je de Dreamcatcher. Die is naar mijn weten nieuw. Ik ken deze nog niet qua naam. Het kan zo zijn omdat het alweer, wat is het, 3 jaar geleden is dat wij voor het laatst in Duitsland hebben kunnen kopen. Dat je hem wel al had, maar dat ik het niet meer weet. Ik vergeet namelijk best wel veel product aan zich. Dus het kan zijn dat deze al bestaat, maar deze hebben wij 100% niet gehad. Dan heb je de Blowout XXL Power Battery. 20 euro. Ik zie even niet hoeveel shots het is. Volgens mij 70 of zo zie ik daar staan. Ja, het zijn ook, dit zal waarschijnlijk ook gewoon een mine zijn met van die ronde, ja, zo'n rond cakeje waar. Dat volgens mij ook bij vuurwerk al had je een aantal jaar geleden de Pearl. Nou, zo'n ding is dat, die kreeg je gratis daar. Deze kost 20 euro, maar je kan hem meenemen. Maar ja, als wij naar de Aldi gaan dit jaar, dan gaan we zeker andere dingen halen. De Final Showdown, 30 euro voor 206 shots, jongens. Heel veel shots zijn dit, voor 30 euro. Ja, dat zal veel kleur zijn, veel mines, maar ook deze gewoon laten liggen. Neem jullie overigens gewoon mee naar alle producten die ze dus verkopen. Dus denk niet dat we nu alleen maar de leukere dingen laten zien. We laten gewoon alles zien. De Iron Heart hebben wij wel een keer gehad. Volgens mij is die best goed. 103 shots voor 25 euro.
Volgens mij heeft deze wel een aantal boeketten bij de knallen zitten. Dus dat is op zich wel te doen. Later in december zal ik gewoon wel met een uitgebreidere Duitsland info video komen. Als ook de video's uit zijn op de site van de Aldi. En dan kunnen we echt specifiek op een product gaan kijken van hey, is het de moeite waard om deze te halen, ja of nee? Dit is de Witchcraft. 14 euro voor 104 shots. Ja, terugkomend. Voor de mensen die nog nooit bij de supermarkten zijn geweest in Duitsland. Kan me niet voorstellen, maar er zijn heel veel mensen die dat nog nooit hebben gehad. De Duitse supermarkten staan erom bekend dat het heel goedkoop vuurwerk is ten opzichte van Nederland. Maar 9 van 10 dingen is echt zooi. Ik bedoel, 104 shots voor 14 euro. Ja, dan weet je gewoon dat het gewoon... dan stil je niet de show in de straat, laten we het zo zeggen. De Rockstar. Nou, dan kom je wel een beetje bij wat betere cakes, denk ik. 56 shots voor 14 euro. Zal de moeite waard kunnen zijn. De Heavy Metal Reloaded. Nou, dit is een interessante. 13 euro voor 19 shots. Dit zal waarschijnlijk wel gewoon een mooi boeket hebben. Twijfel of ik deze erbij ga halen, want wij hebben natuurlijk ook bestellingen in Nederland lopen. Zal binnenkort wel even een video online zetten wat we precies besteld hebben. Maar mocht je een lagere budget hebben aan vuurwerk, kan je dit soort cakes zeker daar halen. De Galaxy, 10 euro voor 100 shots. Nou, dat spreekt voor zich naar wat ik net ook heb verteld. De Big Boom Bastic, 20 shots voor 10 euro. Deze kan nog wel eens wat zijn. Is volgens mij ook nieuw. Denk het wel, ik heb deze nog nooit gezien. Of hij komt uit Aldi Noord, kan ook natuurlijk. De Gladiator, die hebben we wel een keer gehad, kan ik me herinneren. 500 gram, 20 euro voor 36 shots, is best een mooi. Bombette, premium effect, battery. Nou, deze kan best mooi zijn, ik zeg je eerlijk. Volgens mij hebben we deze gehad, staat ook in een compilatie online. Al gaan wij wel de komende jaren en vooral ook dit jaar gewoon minder op het Duitse vuurwerk zitten. We zullen zeker gaan shoppen daar. Maar echt dit soort cakes. Ik vind het gewoon zonde om die kilo's wat we dan in huis mogen hebben te vervullen met dit soort cakes. Heel eerlijk, je kan gewoon veel betere cakes zelfs in Nederland of België halen. Dragonfire, 51 shots voor 20 euro. Nou, spreekt een beetje voor zich. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Veel mines, misschien een gilde tussendoor. 18 euro voor de Midnight Hunter. Spreekt ook voor zich. Barracuda, 50 shots voor 16 euro. Deze staat me wel bij dat dit een hele goede is. XXL Power Star Battery. Deze kunnen we misschien wel halen. Het staat ook 20 mm volgens mij aan tubes. 40 meter hoog. Deze kan best wel eens wat zijn. Kom ik later terug op een video of je googelt nu al op YouTube. Maar deze kan best wel leuk zijn voor je, mocht je budget laag zijn. Of niet al te hoog. Peter 90 hebben we ook nog. 44 shots, 16 euro. Kan zeker de moeite waard zijn. En nu komen we een beetje bij de cakes die ertoe doen. Waar je eigenlijk voor naar Duitsland zou moeten, vind ik zelf. Dit is de Tristan. 5 euro voor 19 shots. Nou, dat zijn een beetje de budget cakes waar je voor naar Duitsland zou moeten, vind ik zelf. Om een kartonnetje te halen hiervan kan geen kwaad, denk ik. Ik weet even niet of dit nou crackling heeft of niet. Maar 19 shots voor 5 euro, dan weet je wel dat het een leuk cakeje kan zijn. Ook voor overdag bijvoorbeeld. En daarnaast, als het goed is, gaat hij daar nu naartoe. Is de Poison. En nu komen we ergens. De Poison was, mocht ik het fout hebben, moeten jullie het zeker in de comments even zeggen. Maar volgens mij was de Poison altijd de artist van Aldi Noord. Dus alle mensen die in het noorden over de grens gingen, konden de Poison halen in plaats van de artist. Die is dus 4 euro voor 16 shots. Zelfde prijs gebleven als de laatste keer dat ze publiceerde in 2020. En Blitzschlag Battery heeft een goede burst, goede knal. Ik weet zeker dat wij hier wel een kartonnetje van gaan halen. Voor 16 shots. Ja, dit is er echt eentje die ertoe doet. En als het goed is gaan we nu naar de volgende, wat ook zeer interessant is. Voor de mensen die ons hebben gevolgd op Instagram, dan hebben jullie het al gezien. Trouwens, er zit eentje tussen, dat is de Pegasus. Of de Pegasus. Voor 3 euro, ja, dat spreekt voor zich. Dit is waarschijnlijk gewoon een fonteinen battery. Ja, het is gewoon een fonteintje met wat mines. Ga ik even overheen. Maar dit is hem dus jongens, de Artis. In eerste instantie zie je daar 3 euro staan en denk je bij jezelf,
interessant. Hij is dus een euro goedkoper als de laatste keer dat we gewend waren. Alleen als je even inzoomt op de cake, dan zien we hier dus staan 10 shots. Heel bizar, want dan kom je eigenlijk dus duurder uit dan dat hij in 2020 was. Waarom ze ervoor hebben gekozen om deze cake in het assortiment te houden, weet ik niet. We hadden vroeger natuurlijk de Reno, toen heeft hij de nieuwe naam gekregen, Artis. Maar als je het mij vraagt, zou het logischer zijn als ze gewoon enkel de Poison hadden gehouden. Maar je kan dus de Artis alsnog kopen. 10 shots voor 3 euro. Ik vind het niet meer de moeite waard, al ga ik er wel eentje halen, denk ik, om gewoon even te testen van, hey, wat is het verschil met de Poison. Maar 10 shots voor 3 euro, dat is nog steeds heel erg goedkoop. Maar wij zijn natuurlijk 16 gewend, als een soort van nitraatkeetje. Dan heb je de Eruption. 3 euro voor 16 shots. Ook heel interessant. Ik bedoel van, toch 16 shots voor 3 euro. En ik hoor jullie dan de vraag stellen van, waarom zou deze niet de moeite waard zijn? Nou, ik ben het helemaal met je eens als je die vraag zou hebben. Ik ken hem niet, de Eruption. Misschien als straks de site online komt met de video's, dan komen we misschien wel tot de conclusie dat deze nog beter is dan Poison bijvoorbeeld. Maar daar gaan we dus later achter komen. Maar je hebt dus ook een cakeje van 3 euro voor 16 shots. Kan zeker de moeite waard zijn. Dan heb je deze nog, dat is de, hoe heet het ding, de Copernicus. Nou, deze hebben we ook een paar keer gehad, zo'n soort ding. In Duitsland bij de supermarkt heb je heel veel van dit soort dingen. Allemaal Mainz, zo'n ronde cake en die schiet dan ronduit gewoon de lucht in. Voor 9 euro, zoals ik al zei, mocht je lager budget hebben aan vuurwerk wat je kan kopen, is dit zeker een aanrader. Ik bedoel, van, je kan wel als tussendoor even leuk te stoken hebben. 9 euro, geen geld. Ik bedoel, in Nederland heb je daarvoor een pakje knetterlinten. Dus. Dan heb je nog de fonteinen. Nou, ik ben niet zo fan van fonteinen, dat weten jullie. Maar ik weet wel dat de fonteinen in Duitsland echt de moeite waard zijn. Zo had je een aantal jaar geleden de laserfontein. Dat vond ik echt een topper. Daar zou ik ieder jaar voor gaan. Volgens mij zit hij dit jaar er niet bij. Of was hij van de Lidl trouwens. Hij was volgens mij bij de Lidl. Dan hebben we nog de Parsifal. 7 euro voor 72 shots. Deze kan ik me ook herinneren van een paar jaar geleden. Gaan wij niet halen, maar hetzelfde geldt. Als je een laag budget hebt, kan je deze zeker erbij hebben. Dan heb je nog de Dragon Lauber. 7 euro, 80 shots. Ja, spreekt ook voor zich. Ik zie daar nog wel een mooi cakeje van Gogh. 83 shots. 7 euro. Apart, die ken ik ook niet. Ik denk niet dat het wat voorstelt. Aangezien het dus 83 shots heeft voor 7 euro, kan niet veel voorstellen, zo'n klein dingetje. Volgens mij zit Kat 1 en hebben ze deze dingen al te koop, dacht ik. 5 euro voor het Pyro Superstar pakket. Nou, je ziet hier wat knalerwten en zo. Dit is ook heel interessant voor de mensen die vaker onze Duitsland video's hebben gezien. Wij zijn, ieder jaar willen wij een aantal van die single shots. Voornamelijk ook omdat ze nu niet meer in Nederland te koop zijn. En ieder jaar hebben ze niet meer. Dus ik hoop dat we dit jaar meer geluk hebben. Dit zijn er dus 10 stuks Double Power voor 4 euro. Dus mochten wij het geluk hebben, dan hebben we deze ook zeker een aantal keer op onze lijst staan. Dan heb je dit pakket nog. Dit is volgens mij geen Kat 1 Supernova voor 30 euro. Volgens mij is dit een pakket met ook wat knallers erin. Dan heb je deze nog, knal, ja, dit is allemaal echt onzin. Alhoewel je hier wel wat rotjes ziet. En die knallen harder dan waar wij in Nederland gewend waren. Fonteinen, de kubische kanonslagen, dit ding. Echt interessant. Voor de mensen die ze wel gehad hebben, dan weet je dat er een soort van rare, doffe knal uitkomt. En voor 5 euro is het altijd wel interessant om een pakje mee te nemen. Al staat er geen Nederlandse tekst op en mogen ze in Nederland niet, altijd mee uitkijken. Dat geldt ook voor de pijlen en de Thunderkings, of de single shots. Nou, dan kom je een beetje bij de pijlen. Zoals iedereen weet, je kan goedkoop je pijlen scoren in Duitsland. Ieder jaar was ik fan daarvan. Had je het Berlin pakket, het Lancelot pakket, Camelot had je ook. En hier zie je de Lancelot volgens mij al. Die kost, zie ik daar staan, 19 euro joh. Dat valt wel zeker mee. Voor een heel pijlenpakket. Hè? Ik zie niet echt hoeveel delig die is. Maar die grootste pijlen zijn wel vaak de moeite waard. Al moet je daar ook mee uitkijken. Want sommige hebben dus alleen maar een plofje. Dus later in de video van Duitsland Info zal ik hier nog wel even op terugkomen. Nou, deze heb je ook nog. Vaak van die pijlenpakketten in Duitsland zitten dan ook van die knallers tussen. Ja, dit was het assortiment wat ze dus bij de Aldi Sut gaan verkopen. En Noord.
Dit is dus de winkel in Tudern waar dus al een vitrine staat. Mochten jullie daar in de buurt wonen, kan je daar altijd even heen gaan. En je ziet het al, voor heel veel mensen die de vraag hebben, normaal gesproken deel ik deze info enkel in de infovideo, maar ze gaan dus verkopen van 29 tot 31 december. Dus je hebt dus van 29 tot 31 december de mogelijkheid om hierheen te gaan. Net als in Nederland. Helaas valt er dit jaar geen zondag tussen, waardoor we dus op de 28e geen vuurwerk kunnen kopen. Maar ook hier is dus 29 tot 31 december het geval. We wachten ook nog even op de Lidl natuurlijk. De Lidl gaat ook verkopen. De Kaufland ook, wachten we ook nog even op. En zodra die allemaal bekend zijn, maak ik gewoon een algehele Duitsland info video zoals jullie gewend zijn. En binnenkort, 1 december, gaan we iedere dag een video uploaden om 4 uur. Dus daar kunnen jullie op wachten. Nieuwe Polen video's, stook video's, shop video's. Dus vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.